staan op een dak en we staan te kijken naar hoe ProRail straks een brug gaat hijsen over het spoor. We staan precies op de scheidslijn tussen Rotterdam Centrum en Rotterdam Noord. En daar loopt ook de trein het spoor tussendoor. Nou, wat je vaak ziet is dat dan zo'n spoor eigenlijk een barrière vormt tussen de ene wijk en de andere wijk. En daarom zijn we nu in opdracht van de gemeente Rotterdam om bezig om een brug te plaatsen over het spoor om die twee wijken weer met elkaar te kunnen verbinden. Positiviteit die we met z'n allen voelen dat het beter in deze stad kan als we een beetje krachten bundelen en dingen verbinden, letterlijk verbinden. Het spoor leg je niet zomaar stil, dus dat moet samenvallen met het onderhoud wat al gepleegd is. En ik ben dan ook buitengewoon verheugd dat de samenwerking met ProRail zo constructief en zo goed is verlopen. Want zonder een partner als ProRail hadden we dit op deze manier nooit zo snel zo goed kunnen doen.